Het wordt een hele klus, de renovatie van de sluizen bij Weurt. Rijkswaterstaat gaat grote werkzaamheden uitvoeren bij het sluizencomplex in het Maas-Waalkanaal. Zo worden de tandwielen waarmee de sluisdeuren gehesen worden vervangen. Het tandwiel wordt vervangen door een nieuw tandwiel. Deze tandwiel is uit 1973, bouwjaar van de sluis. En gaat nu dus voor de eerste keer via het dak naar buiten. We zitten in de machinekamer van Sluis Weurt, boven in de sluistoren. Waar de kabels binnenkomen waarmee we de deur omhoog trekken. We vervangen het grote tandwiel. We vervangen het kleine tandwiel dat op de aandrijfas zit. En we reviseren de kabeltrommels. De renovatie van de twee machinekamers kost tonnen. Het is een enorme klus. De deur die weegt 160.000 kilo, 160 ton. Dus eigenlijk trekken we 100 personenauto's omhoog op het moment dat we de deur bewegen. Dus dat geeft wel aan dat het echt wel een heel groot imposant werk is. Koninklijke Binnenvaart Nederland snapt dat het werk nodig is en hoopt op zo min mogelijk hinder. Normaal gesproken hebben we hier 50 tot 70 schepen per dag. Die kunnen we eigenlijk zonder problemen wegschutten. Op het moment dat we aan het werk zijn en we hebben minder capaciteit beschikbaar, dan zou het kunnen zijn dat de schipper een keer een rondje moet wachten. Eind februari gaat het spannendste deel plaatsvinden. Dan worden de twee tandwielen uit het dak van de sluistoren getild. Het tandwiel is bijna 2 meter doorsnede, dus dat is een flink tandwiel. De ruimtes zijn beperkt, de tandwielen zijn groot. Het moet heel nauwgezet gebeuren.